We staan hier voor de Johanneskerk in Heerden, van waaruit het bevrijdingsconcert 75 plus 1 wordt opgenomen. Digitaal, allemaal coronaproof, met een zangerskwartet van de Second Voices uit Zwolle, met een zangerskwartet van het gemengkoor Arioso uit Heerden, met het eigen mannenensemble van Zingen onder de Peperbus en met een keur aan muzici. Ik wens u een heel mooi en genoeglijk bevrijdingsconcert toe. ...2020, 75 jaar herdenken en vieren Tweede Wereldoorlog achter ons. We hadden gehoopt dat met alle enthousiasme te kunnen doen vorig jaar. Maar hoe bitter was de werkelijkheid, corona sloeg hard toe, zeker in Heerden. Iedereen had zijn hoop op volgend jaar. 75 plus 1. En nog steeds corona, nog steeds beperkingen. We kunnen nog steeds herdenken op de manier waarop we het zouden willen doen... En het vieren wordt ook een slag lastiger. Maar wat ik blij dat er toch een goed initiatief genomen is
om met elkaar stil te staan bij 75 jaar plus 1 jaar vieren van onze vrijheid. We doen dat met elkaar in de kerk. Er wordt gezongen, stilgestaan bij wat vrijheid betekent en goed om dat met elkaar te mogen delen. Als burgemeester van Heerde ben ik best trots op het initiatief dat genomen is door zoveel mensen. En ik hoop dat ook zoveel mensen zullen kijken en met elkaar mee zullen vieren. Ik mag op 5 mei 's ochtends vroeg een beschrijvingsvuur aansteken. Dat gebeurt in een hele kleine kring, evenals herdenken in de avond ervoor. Maar toch weet ik dat langs deze weg u erbij bent. Dat geeft een goed gevoel. De beroemde film Schindlers List gaat ook over de Tweede Wereldoorlog en handelt over de Duitse zakenman Oskar Schindler. Hij beheert een emaillefabriek in Tsjechoslowakije. En als hij erachter komt dat de Joden worden afgevoerd door het Hitlerregime, besluit hij om steeds meer Joodse werknemers in dienst te nemen. En via een vluchtroute komen op die manier 1100 Joden in veiligheid. Een bijzonder en waar gebeurd verhaal. Verfilmd door Steven Spielberg en daaruit het prachtige, bijna dramatische lied Schindlers List, gespeeld door Manon Weda, een van de leerlingen van het Lambert Franken College uit Elburg. Thank you.
Jaarlijks wordt hier herdacht dat op 13 april 1945 hier 12 mensen zijn omgebracht door de Duitsers. En dat feit staat in de muur gegrift. Hier valt de Duitse zwaard. Anno Domini 13 april 12 onschuldige Nederlanders. Mensen zaten in het verzet in de schuur. Ze moesten de brug bewaken. De opdracht was: bewaak de brug, want de geallieerden komen de brug over en die gaan vanuit het oosten West-Nederland bevrijden. Mensen zaten in de schuur en op een vroege morgen, net na sperte, 6 uur, dan loopt een Duitse groep over de kanaaldijk en die zijn moe, gefrustreerd en die gaan in de schuur zitten. Of die zoeken de schuur, willen rust hebben. En die komen dan door de schuurdeur open en ziet daar dus wat mensen zitten en hij vertrouwde het niet. En hij gooit de deur dicht en hij loopt terug. En de commandant van de verzetsgebouwde die zegt van, jongens, dit gaat helemaal fout. Maak dat je wegkomt. De schuurdeur wordt opengegaan, gegooid en ze vliegen naar buiten. En de Duitsers beginnen te schieten. En gelijk worden dus 4, 5 mensen van de verzet doorgeschoten. En een aantal worden hier voor de muur neergezet en worden gefuseerd. En dat feit wordt elk jaar hier dus op 13 april herdacht. Het tweede onderdeel van het monument is het. De een noemt het een zwaard en de ander noemt het een kruis. Het is namelijk alle twee. Een kruis hoort stil te staan, als recht te staan, en de zwaard hoort schuin te staan. Het zwaard verwijst naar een van de ridderromans uit Engeland. Dat was de koning Arthur, die streed tegen het onrecht. En toen hij het onrecht uitgeroeid had, toen pakte hij zijn zwaard. En in het ene verhaal zegt hij dat hij het zwaard in een steen stak en de andere in de grond. En als je een lang zwaard hebt en je ga je in de grond steken, dan maak je altijd een schuine beweging. Vandaar dat hij schuin staat. En het zwaard mag niet meer uit de grond komen, tenzij onrecht gebeurt. Het tweede is een kruis.
En het kruis verwijst naar de verzoening tussen God en de mensen. Verwijst naar Goede Vrijdag en naar de paastijd. Want je kunt je voorstellen, die verzoening waar in de Bijbel over gesproken wordt, die heeft ook hier plaatsgevonden. De buurt en het verzet die stonden met de rug naar elkaar toe. En toen zei men op een gegeven moment, dat kan niet. Wij moeten ons weer verzoenen. En toen heeft men in 1947... in overleg, zonder overleg met de overheidsinstanties, heeft men toen een kruis gemaakt en het hier neergezet als teken. Het is weer goed tussen de verzet en de buurt. Het gebed van Franciscus van Assisi is vooral bekend onder de Engelse titel Make Me a Channel of Your Peace. Het werd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog vaak gezongen en ook gesproken en gebeden. Maak mij een werktuig van uw vrede. Gebed van Franciscus van Assisi. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where is doubt, true faith in you. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my heart. Oh.
1965. Nederland was 20 jaar bevrijd en er werd behoefte gevoeld een nieuw muziekstuk te componeren. En dat werd het volgende muziekstuk, Il Silencio, voor en door Nederlanders. En vanavond gespeeld door Marielle Mijnheer, begeleid door haar moeder Ina Mijnheer. Het prachtige lied Requiem for a Soldier komt uit de 10-delige televisieserie Band of Brothers, gefilmd door Steve Spielberg. Het gaat over een airborne division van parachutisten die zich voorbereiden tijdens een training op de landing in Normandië. De film eindigt in 10 afleveringen, uiteindelijk in het adelaarsnest van Adolf Hitler. En daaruit komt dit lied Requiem for a Soldier. Only live to see
Beste mensen, als klein kind zat ik hier elke zondagmorgen in de kerk. En op de hoge preekstoel achter mij stond de dominee. En die declameerde dan met zware stem de 10 geboden. En in mijn beleving als jochie golfden die woorden vervolgens door de kerk heen. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij moet zus, gij mag niet zo. En ik dacht dan altijd bij mezelf, tjonge. Wat streng, dat kan ik allemaal nooit. Nou ben ik van mezelf toch al niet zo heel erg groot, maar daar werd ik nog kleiner van. Pas later kwam ik erachter dat er een belangrijk zinnetje voor die 10 geboden staat. En dat luidt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte bevrijd hebt. De 10 geboden zijn dus een lied van bevrijding. Het gaat erom dat God mensen in de vrijheid stelt en mensen helpt om die vrijheid goed in te vullen. Kijk, en dan wordt het opeens een heel ander liedje. Vergis je niet, honderden jaren had het volk Israël gevangen gezeten in Egypte. Veel langer dan de 5 jaren die de Tweede Wereldoorlog duurde. En toen ze uiteindelijk onder leiding van Mozes de woestijn introkken, dacht God, als die mensen nou zo lang in gevangenschap hebben gezeten, dan moet ik ze wel een paar regels meegeven. Anders kunnen ze die vrijheid nooit aan. Dus bijvoorbeeld, je hoeft elkaar nu niet meer dood te slaan. Dat is niet meer nodig, want ik, zegt God, heb jullie immers bevrijd. En jullie hoeven geen spullen meer van elkaar te stelen en je hoeft niet meer jaloers te zijn, want er is nu genoeg voor iedereen. Dat is de toonzetting van de 10 geboden, dat wij verstandig met vrijheid zullen omgaan. En ik vind het eigenlijk wel bijzonder om staande voor deze hoge preekstoel hier achter mij, waar die woorden vaak zo streng klonken, dat nu nog een keer te mogen uitleggen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ook het Nederlandse volk zijn vrijheid terug. Maar vrijheid is kwetsbaar. Vrijheid gaat kapot als je er onverschillig mee omgaat. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben er nieuwe oorlogen gewoed. Zo was er in de 60er jaren de Vietnamoorlog. Een bloedige strijd tussen Noord-Vietnam, gesteund door Rusland aan de ene kant, en Zuid-Vietnam, gesteund door Amerika aan de andere kant.
En precies in die tijd schreef de Amerikaanse zanger Bob Dylan zijn wereldberoemde vrijheidslied. Het lied zou een grote rol gaan spelen in de vredesbeweging. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? Hoeveel wegen moet een man gaan voordat hij een man is? Hoe vaak moeten kanonkogels nog door de lucht vliegen voordat ze voorgoed verbannen zullen worden? En zo worden er in dat lied 9 vragen gesteld, met elke keer bijna een filosofisch antwoord. Het antwoord, mijn vriend, wordt weggeblazen door de wind. The answer is blowing in the wind. We gaan het lied zo dadelijk voor u zingen. Het lied is een aanklacht tegen onverschilligheid. Want onverschilligheid is misschien wel de grootste bedreiging van u en mijn vrijheid. Onverschillige mensen die hier in welvaart leven en zeggen, ach weet je, al die trammeland in de wereld, wat kan ik eraan doen? Al dat onrecht in ons eigen land boeien, zolang onze groep het maar een beetje prettig heeft. Als wij vrijheid willen koesteren, dan moet ieder mens, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne, het verschil blijven maken. De een doet dat vanuit zijn of haar geloof in God of als volgeling van Jezus. Een ander doet dat misschien veel meer vanuit maatschappelijke bevlogenheid. Maar leef verschillig. Maak het verschil in jouw omgeving door het belang van de ander voorop te stellen in plaats van je eigen belang. Door wat je zegt, door wanneer je zwijgt, door hoe je handelt en door wat je ook laat. En ik laat jullie ook nog iets zien. Kijk, mooi hè? 3 tulpen, rood, wit en blauw. Jenny en ik leidden een aantal jaren geleden een gemeentereis naar Vietnam. All the way van Noord naar Zuid-Vietnam. En we kwamen daar opnieuw onder de indruk van de bizarre gevolgen van die oorlog tot op de dag van vandaag. Want tijdens de Vietnamoorlog sproeiden Amerikaanse vliegtuigen tonnen van een speciaal ontbladeringsmiddel, dat heette Agent Orange, over de Vietnamese jungle. Met als doel dat de bladeren van de bomen zouden vallen, om zo de vijand, de Vietcong, beter in zicht te hebben. Het was echt gekkenwerk. Het gebied was veel te groot en de Vietcong ging gewoon ondergronds. Maar datzelfde ontbladeringsmiddel bleek later een afschuwelijke bijwerking te hebben. Want al snel werden er kinderen geboren in Vietnam, zonder ledematen, half vergroeide armen, geen voeten of geen benen. Inmiddels zijn we 1, zelfs alweer 2 generaties verder en nog steeds, 60 jaar na dato, worden er in Vietnam heel veel kinderen geboren, misvormd, geen armen, geen handen, geen benen, geen voeten. Kinderen die geen schijn van kans hebben in de samenleving daar. En dat allemaal dankzij een oorlog van 60 jaar geleden. Ze werken er in speciale werkplaatsen. En wij waren daar en wij kochten daar 3 zelfgemaakte plastic tulpen. Door die misvormde kinderen gemaakt. Een rode, een witte en een blauwe. Toen ik ze kocht wist ik echt nog niet precies wat ik ermee doen zou. Maar nu weet ik het wel. Ik laat ze u zien. Als teken van hoop. Hoe mensen kunnen overleven. Leef dus gerust volgens de 10 geboden. Want ze zijn heel bruikbaar. Om de door God gegeven vrijheid in te vullen. Denk aan deze Vietnamese tulpen. Met zoveel liefde. Door oorlog slachtoffers gemaakt. Rood, wit en blauw. En zing dan maar mee met dat lied, Blowing in the Wind. Een lied voor mensen die nooit onverschillig willen worden. Yeah.
bij de grote poort. Vrije vele paren bij avond ongestoord. Als ik van boord kom, ga ik meteen terstond naar die lantaarn heen. Met jou, Lili Marleen. Met jou. Zag er ieder daar. En elk die glimlacht naar ik meen, die kwam langs die lantaarn heen. Om ons, Lili Marleen. Om ons, Lili Marleen. Onder de lantaarn jij nu mijn kind, ik ben weer gaan varen en zwalk door weer en wind. Soms is mijn hart zo zwaar als steen en dan gaat mijn gedachten heen naar jou, Lili. Thank you.
U hoorde in deze uitzending liederen van de bevrijding. Liederen uit Engeland en Amerika, liederen uit Nederland. Liederen voor kerkelijke en gelovige mensen, liederen voor mensen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid voluit met vrijheid bezig willen zijn. En natuurlijk sluiten we af met ons nationale volkslied Wilhelmus van Nassau.